allemaal, beste kijkers van Fish. Bouke hier weer met een nieuwe video. Met vandaag weer een nieuwe aflevering van Road to 50 plus kills in een potje Team Deathmatch op Black Ops 2. Ik ga spelen met de Scar L. Nee, Scar H. Goh, ik zit er altijd mee in de war. Maar de Scar L, dat is op Modern Warfare 3. Ik heb zo net Modern Warfare 2 gespeeld. Daar zit ook de Scar H op. Dus ik moet eigenlijk een beetje wennen aan de feeling van Black Ops 2. Dus ik ben benieuwd hoe het eraan toe gaat gaan. Dat klopt niet, maar boeien. Yes, ik heb een kill. Legacy Beast. Oké. Ligt hij daar? Huh, what the fuck? Ze zaten naar mijn tactical intersearches in hoekjes. Ik weet niet waar dat goed voor is. Oké, daar zit een snipertje. Hopelijk raakt hij me niet. Dan ben ik dood namelijk. Dat is zo vervelend voor snipers. Als je ze één keer raken, dan ben je de shark. Oh, het hele team is daar. Lol het. Wegwezen dus. Oh, hij gooit een bouncy Betty tegen mijn hoofd. Oh my god, zo ben ik nog nooit dood gegaan. Oh, dat is echt jammer, want ik had best wel een lekker streakje. Ja, dat je dan gekild wordt doordat er een bouncing Betty tegen je bak is gegooid. Oké, nu word ik dus gekild omdat ik in mijn rug gespand word. UV inbouw, dat kan helpen. Oké, hier zit er een als het goed is. Teammate, wat doe je? Lollet! Die enemy die probeert hem te knijven, maar die mist. En die teammate heeft niks door. Nice. Hier komt er een, die is al dood, mooi. Er is een doorheen. Oh, ik heb echt slechte aim. Ja, omdat ik zo lang nodig heb om één iemand te killen, omdat ik slechte aim heb, gaat die andere mij killen. Want ja, ik was niet snel genoeg. Dus het ligt compleet aan mezelf. Dit is, vind ik dus wel bullshit. Dat je zo snel dood bent met één sniperschot. Hij, in mijn beleving had hij nog niet eens ingezoomd, maar oké. Hey, nog niet dood. Wat hebben ze? Ik hoorde be advised, hostel, bla bla bla. Maar ik hoorde dus net niet wat ze hadden. Hé, hey, een kikkertje. Ga dood, ja. Ze hebben een hunter killer. Die zal mij wel weer killen dan. Oh, ik moet erom denken, want ik heb weinig kogels. Ik heb toch scavenger, maar ik loop bijna niet over de lijken heen. Dus dan krijg ik ook geen scavenger packs. Ja, kijk. Nu heb ik wel scavenger. Oh, had ik geluk. Nice. Oh, huh? Poepswag, serieus? Huh? Die stond ook gewoon achter me, lol. Ja, shotgun, dat is zo irritant. Het gaat niet echt goed, tot nu toe. Nee. Ik heb ook iemand in mijn team, die maakte veel kills. Het is Nuketown, dus ja, dit is ook niet echt een map waarop we dit gaan halen. En het zal hierna nog wel een keer Nuketown worden. Omdat je op Black Ops 2 natuurlijk altijd twee keer op dezelfde map kunt stemmen. Oh, lol, die ging snel dood. Recoil! Oh, ik kan de recoil soms niet handelen. Hallo, hè? Weer een bloodthirsty, nou ja. Tjonge, ik kan die recoil niet aan. En dan ga ik dood doordat er een auto ontploft. Altijd leuk, not. Ik heb flakjacked, dus ik zou gewoon geen damage daarvan moeten krijgen. Vind ik, maar ja, de game denkt er anders over. Ik werd geraakt door iemand, ik weet niet door wie. Even afwachten dus. Poepswag, ik snap echt die naam niet, jongen. Of ja, ik snap de naam wel, maar waarom zou je dat kiezen? Twee dus weg. Dat dacht ik al. Oh, mijn aim, jongen. Het moet echt beter. Maar ja, dit is mijn eerste potje Black Ops 2. Voor vandaag, dus ja, dan kun je het ook wel verwachten. Heb ik nou aim assist? Oh, ik wilde snel knijven, maar ja. Dat lukt natuurlijk nooit op Black Ops 2. 27-8, niet echt daverend goed, ook niet super slecht. Mijn aim, ja. Ik hoop dat het volgende potje wat beter is, jongens. Er zit wel actie in. Dat tenminste wel. Dus dat vinden jullie hopelijk wel leuk. Oh. Nou. 30 om 8. Ik ben er niet helemaal tevreden mee. 20 killetjes erbij. Dan was het beter geweest. Wow. Check die levels ook bij ons in het team. Deze. Level 16. Level 15. Level 8. Oké. Nou. Ik zie jullie zo in het volgende potje.
Helemaal beste kijkers van Fish, hier ben ik weer. Het tweede potje is niet op Nuketown geworden, maar op Carrier. Blijkbaar was dat het tweede potje al. Tenminste, de tweede keer dat die lobby op Nuketown achter elkaar speelde. Dus moesten ze wat anders kiezen en het is Carrier geworden. Dit is op zich wel een goede map voor deze challenge, denk ik. Map is best wel groot, goed voor air support. Tenminste, er is niet heel veel cover waar je binnen kunt zitten. En ja, ik weet niet, ik zie het wel zitten op deze map. Niet als ze me allemaal aange... Waarom heb ik de val gekozen? Ik heb echt waardeloze één, maar dan ga ik de val kiezen. Hier was er toch één? Waar is hij heen gegaan? Heeft die teammate hem nou gekild of... Nee, hij staat hier beneden. Oké, lallet. Nog meer gegadigden die doodgeschoten willen worden daar. Oké, ik moet me echt goed concentreren en goed mijn best doen. Dan is alles mogelijk, maar ja... Als je slecht aim hebt, dan werkt dat niet mee. Oh, ik ben ook zo'n sukkel, hè? Zal ik even switchen? A94, want ja... Het is natuurlijk helemaal niet handig om met een semi-automatische assault rifle te gaan spelen wanneer je aim niet goed is. Maar ja, het leek me wel een goed wapen voor deze map en dat is misschien ook wel waar. Maar ja, dan moet ik wel even een betere aim hebben. Ik dacht dat er hier een naar beneden zich liet vallen. Maar hij is dus hier nog. En dan word ik across the map geschoten. Heel leuk. Oh, als ik op streak kom, dan moet het te doen zijn, want het is echt een noob lobby. Waarom tref ik nou weer zo'n lobby wanneer ik niet in vorm ben? Oh, ik hit er nog iemand. Ah ja, als je geen silencer hebt, dan zien ze je op de map staan. En als jij dan niet weet waar hun zijn, dan killen ze jou. Oh, die kill is gestolen. Teammates, call even een UAV in dan. Headshot across the map, ook altijd lekker. Achter die dingen zit nog één. Ik ga even blijven staan. Ja, nou, hij gaat gelijk weer achter een ander stuk cover. Misschien niet echt op dan. Yes, teammate is hier gekild. Oké. Door wie dan? Oh, hier is iemand met een L zat, zo te horen. Lollet, hij zit er ook precies tussen die vleugeltjes, dat ik hem kan zien. Oké, nice. Ik ben nu halverwege mijn escort drone. Kom op, Bouke. Kom op. Don't die. Ik zal weer even verder gaan in het Nederlands. Oh, CD aim. Wat ben ik toch slecht. Oei. Bijna geen help meer. Wat een geluk, jongen. Oh, dit was echt zo'n mazzel. Nice, ja. Ik moet scavenger pack hebben, dus ik moet rennen. Heb ik hem nou niet? Nice, escort drone. Ik heb dat pakketje niet. Ik liep toch over een scavenger pakketje heen. Yes, hij maakt gelijk een kill. Oké, nu heb ik wel een scavenger pakketje. Nog een kill, lekker escort drone. Ik weet niet waar je ze vandaan haalt, maar nu al 3. Goed zo, lekker doorgaan. Nog een kill, lekker, nog een kill. Wow, nog een kill. Lodestar, lekker bezig escort. Ik moet snel naar de vijand zijn kant lopen, want dan maakt die escort meer kills. Hij gaat gewoon lekker door. Lekker jongen, what the fuck. Dit ding gaat beast. Wat? Sinds wanneer doet een escort drone zoveel werk? Zo herinner ik hem helemaal niet. Lol het. Oké. Okay. Oh, is het slim om dat hierin te callen? Nee, niet echt, hè? Chips. Waarom doe ik dat nou weer? Nou, hopelijk vinden ze me niet. Ik kan me natuurlijk zelf wel verdedigen met een Lodestar. Oké, die is dood. Ja, nu gaan ze in het schip zitten. De enige plaats waar ze veilig zijn. Ja, ik kan ze het natuurlijk niet kwalijk nemen, maar het is wel jammer. Ik kan door die ramen schieten. Oh, flakjacked. Ook nog. Maar gaat hij hier staan? Ja, daar kan ik je raken. Dat is niet zo handig. Hè? Dubbel killetje. Oh, 1 kill maar. Waarom heb ik die tweede niet dan? Oh, die heb ik nu. Weer een dubbel. Oh my god. Lodestar, I love you. Swarm is binnen. Nou, ik ga natuurlijk gewoon lekker door met killen. Zoveel mogelijk kills oppakken. En hopelijk dat ik die 50 plus haal. Ze zitten nu ook met launchers of zo op met de lokken. Ik weet even niet hoe dat heet in deze... Oh, er is nog maar 1 kill te maken. Oh, dat meen je niet. Er moet nog 1 kill gemaakt worden om het potje te halen. En nog 2 kills voor de challenge. Oh my god. 49-3. Chipsoi. Oh, had ik nou maar 1 kill meer gemaakt. Wat een pech. Oh my god. Dit hadden we in Modern Warfare 3 ook ergens aan het begin van dat seizoen. Had ik op Dome 49 kills. Oh, ik had het toen niet eens door. Nu had ik wel door dat het echt goed ging. Maar ja,
Ik had niet door dat we nog maar één kill tekort zouden komen. Oh, wat is dat jammer. Nou, ik ga nog even een pasje doen, want dit is een pracht lobby. Dus ik zie jullie zo meteen hoogstwaarschijnlijk op Hijacked. Dus tot zo. Helemaal, beste kijkers van Fish, daar ben ik weer. Het is inderdaad Hijacked geworden. Phew, hopelijk gaan we nu aan het begin gelijk op streak en hebben we weer zo'n beast escort drone. Want wat deed die het goed? Die Loadstar trouwens deed het ook gewoon goed, maar ja, dat doe ik natuurlijk zelf gewoon. Want ja, die moet je zelf besturen. De Swarm heeft één kill gemaakt. Ja, die kon gewoon niet meer doen, want toen zat het padje er helaas alweer op. Oh man, als we één kill meer hadden gehad, dan had ik de challenge gewoon gehaald op Black Ops 2. Oh, wat jammer. Maar ja, ik ga natuurlijk niet klagen over een 49 om 3, was het volgens mij. Daar ben ik natuurlijk super blij mee. Dat is een hartstikke goed potje. Alleen jammer dat het niet lukte. En volgens mij vliegt dit potje eruit. Zwart scherm. Yep, server disconnected. Time out. Oké. Nou, even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik zie jullie zo in het potje. Nou, daar ben ik weer. Het is een andere lobby, helaas. Want die vorige lobby was echt een dikke noob lobby. Maar ja, de lobby viel uit elkaar in de pregame lobby nadat we uit dat potje op Hijacked waren gegooid. En toen was dus iedereen weg, behalve ik. Ik zat toen nog in mijn eentje in die lobby. En toen heb ik even een nieuw potje Team Deathmatch gezocht. En toen kwam ik in deze lobby en het werd Slums, zoals jullie kunnen zien. Dus ook een hele leuke map. Maar de vijanden zijn wel ietsjes beter dan in de vorige lobby, als ik dat zo inschat. Kijk, dit zijn ze. Zit een Master Prestige bij de vijand. Ook iemand bij ons in het team met Master Prestige. En nog een aantal andere prestiges erbij. Nou, in die vorige lobby zaten heel veel nul prestiges. En gewoon hele slechte mensen. Oké, die is gekilled voor mijn neus. Dankjewel. Ik ga hier even herglitchen, want ja, dat dacht ik. Alsnog wint hij de gunfight, hè. Dikke bullshit natuurlijk. Maar ja, het is en blijft Call of Duty en daarin heb je soms bullshit deaths. Eigenlijk bijna alleen maar ja, dat terzijde. Oké, hij staat er niet meer, dat valt me mee. Dat is 1. Dat is 2 en de derde laat ik voor wat het is. Oh nee, teammate heeft hem al gekillt. Lekker teammates. Volgens mij is de spawn geflipt, jongens. Want ik zie een sniperschot. Ik hoorde een sniperschot. En ik zag een rood puntje op de map aan de andere kant. Daar zitten ze. Hallo. Dankjewel, headshotje. Dankjewel. Oei, bijna dood. Even terug. Nice. Ja, ik zit hier in mijn eentje, dus het is wat link. Ze kunnen daar wegkomen en daar. Oh, ik stapte met schieten, maar hij was nog niet dood. Oei, tweede. Ja, en die killt mij. Wat een naaier. Hij gaat per se wachten tot zijn teammate mij eerst challenge en damage doet. En dan gaat hij challengen. En ja, dan wint hij natuurlijk de gunfight, want ik moet herladen, health regenereren. En hij hoeft dat allemaal niet, dus hij heeft dan dik het voordeel. En ja, dat is natuurlijk een slim trucje, dat doe ik zelf eigenlijk ook altijd, dus ik mag er eigenlijk helemaal niet over zeiken. Maar het is wel irritant, want ik zat al halverwege mijn escort drone, en als die net zoveel werk doet als dat hij zo net op carrier deed, nou, dan is een escort drone een heleboel waard. Want ik herinner mijn escort drone toch een stukje slechter. Maar de reden dat ik met escort drone speel en niet met orbital is dat als ik een orbital incall, dat mijn teammates dan opeens wel kunnen lopen en dan opeens wel kunnen killen. En dat wil ik natuurlijk niet, want ik moet 50 kills hebben. En dan kunnen mijn teammates dus maximaal maar 25 kills maken. Nou ja, als ik dan een orbital in ga callen, dan help ik ze daarbij alleen maar. Maar dit padje gaat helemaal niet meer worden, want we hebben nu al 39 kills. Al 40 nu. Dus ja, helaas. Maar ik wilde gewoon nog even een padje doen in die vorige lobby. Maar ja, die lobby viel helaas uit elkaar. En ik dacht, ja, nu heb ik al gezegd dat ik nog een padje ging doen. Dus dan moet ik ook mijn woorden nakomen. En dat doe ik. Alleen dit padje gaat helaas niet zo goed. Ik had zo net een lekker streakje. Maar daar werd ik dus helaas van afgehaald door die hoge prestige gast. Master prestige. Niet dat dat wat uitmaakt dat hij die prestige is. Maar ja, ik weet niet hoe ik hem anders moet noemen. Nice dat ik de gunfight ook nog win. Het lijkt wel een beetje. Oeh, granaat. Waar zitten ze? Lekker. Teammate wordt geshockcharged. Dat is ook zo'n iets in Black Ops 2 waar je rekening mee moet houden. Shockcharge. Oh, ik had wel hitmarkers. Lol. Dat had ik niet eens verwacht. Op de graveyard zitten er een paar. Heb ik het idee? Nee.
Oh, jawel. Oh, slecht aim. Ik heb hem wel, gelukkig. Oh, het flitste in mijn beeld, jongen. Wat de hel? Waarom kreeg ik die flitsen in mijn beeld? Want dat krijg je alleen als je gechockcharged werd. Maar ik werd niet gechockcharged, want ik werd helemaal niet verlamd ofzo. Want ik heb dexterity. Geen, tactical mask. Nou, een beetje apart. Het zal wel een glitch of zo zijn. Maakt het niet uit. Oh. Er zit nog één. Ik weet niet waar die langs gaat. Hier dus. Waar zit dat raam? Hier. Oh, daar ging er wel heen. Maar ik zag hem in mijn ooghoek. Dus vandaar dat ik niet... Oké. Daar nog meer. Hier nog. Volgens mij zit ze allemaal hier. Maar die gaat snel weg. Dat zou ik ook doen. Oh. Oh, potje net afgelopen. 23-6. Niet zo'n heel erg goed potje. Maar ik had een teammate die er ook wel wat van kon. Die had namelijk 29 kills. En ja, als je zo'n goede teammate erbij hebt. Of ja, zo'n goede. Als je een teammate die zoveel kills maakt erbij hebt. Dan lukt het al niet meer. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet dat blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. Plaats een comment, geef me tips en dergelijke. Vind ik altijd leuk om te lezen. En dan hoop ik jullie bij de volgende video weer terug te zien. Later mensen, tot de volgende video.